vrijdagmiddag 16:30. Het is 1 februari 2019. Dat betekent de dag na de transfer deadline. We moeten nog een beetje bijkomen en zo. Maar het wordt een topshow en 1 februari. De echte voetbalkenner weet dan wie jarig is. Een absolute legende uit Argentinië. Oftewel, Batigol. Batigol, van harte gefeliciteerd, jongen. Zit er lekker in, hè? Larsie van Velsum. Ja. Gisteren was je er niet. Nee. Het is zo helemaal ontstemd in de chat. Het was een transfer deadline show zonder Lars van Velsum. Oh, ik was gewoon via WhatsApp probeerde ik mijn... Zie nou, mooi verhaal. Mijn steentje... Ja, nee, ja, ik ben gewoon... op de dijk stond te wachten op een transfer. Ja, dat kon ik lang wachten. Nee, ja. Maar ik probeerde via WhatsApp... Leuk ook dat je me bedankt hebt aan het einde. Iedereen werd bedankt van de buurvrouw aan toe. Maar Lars van Velsum vergeten ze weer. Shout-out, nou. Even Koreman. Goed, Lars, goed dat je er nu wel weer bent. Yes. Hier rechts twee nieuwe gasten die voor het eerst in de studio zitten. Jeroen Teslaar en Dave Albers. Welkom, mannen. Jullie zijn fit, dus jullie moeten deze show gaan dragen. Jullie hebben gisteren niet 12 uur lang in de studio gezeten. Ik ga er goed voor zitten. Ja, Jeroen, we gaan het zo uitgebreid hebben over je carrière. Interessante verhalen in Schotland en zeker ook in Israël. En nu natuurlijk nu ook nog op zoek naar een club, denk ik, toch? Ja, klopt. Nog steeds druk zoekende. Ik denk dat Lars je al benaderd heeft voor Volendam, of niet? Ja, hij heeft al een contact neergelegd. wordt over gesproken. Heel goed. Nou, misschien aan het eind van de uitzending heeft gaan we regelen een speler erbij. Dave, we beginnen met een snelle ronde met voetbalnieuws. In ieder geval jouw voetbalnieuws. Wat is jouw voetbalnieuws van... Dat was voor mij wel de transfer die niet doorging. Dat was Vincent Janssen die toch weer bij Spurs blijft. En ineens weer in genade is aangenomen door Pochettino. Wat vind je ervan? Ja, hoe moet hij nu ineens wel gaan spelen? Ik vind het bijzonder. Ja, en er waren natuurlijk allemaal verhalen. Hè? Betis, daar was hij eigenlijk op woensdagavond mee rond. Nou, dat ging niet door. Toen donderdag Schalke 04. Maar dat is dus afgeketst omdat ze te weinig tijd hadden. Ze konden de medische keuring niet rondkrijgen. En een dag later ben je gewoon weer de A-selectiespeler. Ja, Schalke leek me wel een aardige club. Maar, absoluut. Die hadden hem niet nodig blijkbaar, hè? Want Spurs had aangeboden om op het vliegtuig te zetten. Maar, Is dat eigenlijk de voetballerij in de notendop? Hoe snel het kan gaan? Ja, ja. Hoe lang was het geleden dat hij op Wembley nog een penalty scoorde en zo lekker ging? Ja. Voor het Nederlands elftal tegen Engeland, hè? Ja. Ja, dat is het debuut van mij in het Nederlands elftal. En het gekke is ook, hè, op woensdag 22 miljoen waard, een dag later verhuurd worden. En een dag weer later zie je gewoon bij de A-selectie. Goed. Ja. Ja. Hoef je jou niet uit te leggen, hè, Jeroen, de voetbalwereld. Voetbalwereld hoef je mij niet uit te leggen. Wel wat het grootste nieuws was. Nou, dan, vertel. Ik zou het echt niet weten. Ik volg echt heel weinig voetbal altijd. Okay. Wel iets meegekregen? Ik heb toevallig, voordat ik hierheen ging, heb ik even jullie gisteren bijgehouden. Je hebt de hele show teruggekeken? Nee. Oh. Even de transfers. En? Maar, ik moet zeggen dat ik er ook weinig van ken, weinig spelers. Okay. Ik kijk bijna geen voetbal. Nee. Geen favoriete club of iets? Nee, ook nooit gehad. Nee, in Nederland? Nee. Oké. Okay. Gewoon, ja, mijn jeugd bij AZ gespeeld. En dan ga je alle wedstrijden ga ik heen. Maar voor de rest... Maar voetbal je dan ook omdat je er te goed in bent? Zeg maar niet dat je dan dus... Ik vind voetballen heel leuk. Is het je passie, zeg maar? Ja, ja, sowieso. Waar ik ben, ik voetbal. Maar ik vind het leuk om mijn vrienden te kijken. Als er vrienden aan het voetballen zijn, vind ik het echt super tof om te kijken. Als Spartaan, derde klasse, tweede klasse onderhand. Als die mijn vrienden daar voetballen, ga ik kijken. Alleen, ja, 90 minuten naar zijn scherm kijken. Ik wachten op twee momenten die in de wedstrijd gebeuren, ja. Ook geen Champions League of zo? Gewoon, De finale? Ik vind het wel leuk om met vrienden samen voetbal te kijken. Kijk, meer dan de helft van mijn vrienden is natuurlijk voor Ajax. En, ja. Ja, dan vind ik het wel leuk om samen met hun even een wedstrijdje te kijken. Maar het is niet dat ik thuis op de bank ga zitten en voetbal aangezet. Nee. Geen voetbalnieuws voor jou dan, Jeroen? Dat nee. Kan. Lars, jouw voetbalnieuws? Je hebt nog ja, van vandaag. Nou ja, of vandaag, gisteren, wanneer jij wil, jongen. Nou ja, ik vind dat Os zich gewoon goed versterkt heeft gisteren. Ja, zeker. Met Overgoor en met Enzo Stroo. En dat vind ik toch wel jammer. Zonder geld?
Ja, nou ja, contract ontbonden en dan daarna opeens daar tekenen. Maar ik vind het toch best wel jammer. Ik was altijd wel gecharmeerd van hem. Dus, Sjoerd Overgoor, ik heb het gisteren geleerd. Ik kreeg een tip dat als je op amateurbasis speelt in de keukenambinivisie... en dan krijg je nog een WW erbij. Al wat premietjes hier, premietjes daar. Kan je best aardig verdienen. Dat is toch lekker? Want er is een voetballer die niet bij naam genoemd wilde worden... maar die het zo jarenlang heeft gedaan in de keukenambinivisie. Goed om te horen. Ja. Nou, Jeroen Tesla, dus dan krijg je allemaal tips. Ja, zeker. Gratis. Maar ik denk, je begint wel met het nieuws wat er bij Utrecht gebeurd is. Ja, nee, maar ik zag in het draaiboek dat jij ermee moest beginnen. Dus... Gaan we gewoon, dan gaan we wel even naar Stef de Bond. Die weet er wel wat van. Ja. Leuk dat je hebt voorbereid. Hé, hey, jongen. Hé, hey, Stef. Kijk, dat is ook zo'n strijder van gisteren. Hoeveel uur heb je geslapen vannacht? Uurtje of zes. Okay. Meer dan genoeg. Jij zat trouw natuurlijk de show te kijken. Je zat ondertussen te kijken of er nog wat transfers gebeurden. Laten we zo even over Utrecht beginnen. Over transfers en zo in Nederland. Waren er nog wat mooie verhalen die uiteindelijk niet door zijn gegaan? Of misschien dan op het laatste moment toch wel door zijn gegaan? Dat zijn vaak de mooiste verhalen die doorgingen. Ik heb gisteren met veel enthousiasme toch wel de transfer van Diederik Boer gevolgd. Die niet doorging. Die had zijn koffers al klaarstaan om naar Cyprus te gaan. Leek hem wel lekker warm. Nou, die stond met -5 op het trainingsveld in Zwolle vandaag. Ja, toch de bekende verhalen in Cyprus. Contract tekenen op het laatste moment. Een paar voorwaarden die veranderen. En dan durf je toch niet. Ja, en ik heb me verbaasd. Ik heb tot heel laat contact gehad met de mensen bij Heracles. Want ik zat eigenlijk wel te wachten op een transfer van of Peterson of Kouas. Maar ik denk rond de uur of 11 dat ik gisteren Mark-Jan Vlederen, zijn technisch manager, nog belde. En die zegt, ik lig in bed. Ik zeg, je maakt een grapje. Hij zegt, nee, ik lig echt in bed. Er gebeurt niks meer. Maar dat is niet wat ze verwacht hadden, toch? Ja, weet je, er is toch wel interesse geweest in allebei? Of... Nee, er is zeker wat sluimerende interesse geweest. Maar het is nooit zo concreet geweest dat Heracles aan tafel heeft gezeten met een van die geïnteresseerde clubs. Ja, voor Heracles is dat... Ja, aan de ene kant is je zegt, kijk naar de kwaliteit van de selectie. Is het heel goed dat die jongens er nog zijn, want ja, die kunnen het verschil maken. Heracles heeft echt de puntjes nog wel nodig om in eerste instantie maar eens veilig te spelen. Aan de andere kant, ja, verkoop een van die twee jongens en je hebt de begroting rond. Heracles wilde eigenlijk nog een verdedigende middenvelder halen. Ja, de club met een bescheiden budgetje, dus als dan zo'n speler niet vertrekt, als die dan niet valt, die transfer, ja, dan komen andere transfers ook niet. En ja, ik denk als je heel diep in het hart kijkt bij de mensen bij Heracles, dat ze graag toch één van de twee hadden verkocht om wat meer ruimte te hebben om andere dingen te doen. Maar helaas gebeurde niet. Weet je wat ik verwacht had bij Heracles? Dat ze misschien Van der Water wel zouden verhuren. Nou, ik denk dat had hij misschien wel een kans gekregen als Kouas en of Peter. Ja, nee, ja, precies. Maar ik dacht anders. Het is eigenlijk zonde dat hij daar niet speelt. En ik weet dat er een paar waren die dat misschien wel wilden proberen. Is dat uiteindelijk, is er interesse voor hem geweest of niet? Ik weet niet of er interesse is geweest, maar jouw verhaal klopt wel in zoverre dat als Peter zonder Kouas was weggegaan, dat Heracles op die posities niks meer gehaald. Want ze hebben inderdaad Van der Water, ze hebben Joey Konings. Dat soort jongens die eigenlijk aan de achterkant nu al aan het klaarstomen zijn om het over te nemen. Dus ja, dat had perfect in het plan gepast. Maar ja, als de interesse voor die gasten niet op gang komt, ja... Is het ook moeilijk om te gaan schakelen al met die jongens? Van ja, blijven ze? Stel dat om gisteravond om 10 uur toch nog een club voor Peterson was gekomen. Ja, dan wil je niet Van der Water al verhuurd hebben. Nee. Dus ze blijven allemaal. Goed beleid daar in Almelo. Bij Utrecht werd er een week geleden gezegd, we zijn klaar. En toen kwam opeens nog Rizet Ilibazur. Toen dacht ik, nou, dan kan er op de laatste dag ook nog wel bij komen. Is er nog wel sprake geweest dat Utrecht wat ging halen of niet? Nou, ik moet zeggen, Utrecht is altijd wel fanatiek op die laatste transferdag. Ik weet dat ze 31 augustus haalden ze Baabek nog weer op. Die zou ook niet komen, die kwam nog. Ja, er zijn echt nog wat lijntjes uitgegooid gisteren. Er is echt nog wel nagedacht over een mogelijke transfer. Uiteindelijk niet gedaan. Nee. Ook omdat Utrecht wel klaar was met het huurspelers. Daar hebben ze er voldoende van. Eentje minder overigens na vandaag. Maar Utrecht heeft gewoon een hele goede selectie, zeker gezien het budget wat ze hebben. En volgens mij wordt het vooral zaak dat het daar weer over voetbal gaat. Ja, inderdaad. Er wordt wel in de chat ook gevraagd, hè. Er is niks bijgekomen. In welke vorm is Afellay nog een optie? Ibrahim Afellay voor FC Utrecht. Zit nu zonder club. Nou, ik heb daar vorige week al een keer navraag naar gedaan, omdat het wel erg de geruchten wel erg rondgingen. De club heeft mij verteld dat op dat moment nog niet meer dan een gerucht was. Daarmee werd ook niet keihard gezegd van het is geen optie voor ons. Lekker antwoord.
Ja, precies. Dus je kan er alle kanten mee. Maar ik bedoel, Jordi Zuidam kennen we inmiddels een beetje, de technische man al daar. Die heeft ook op een bijzondere manier Bazour vast weten te leggen. De moeder van Mazour die in Utrecht ging wonen. En Rick Kruis, de assistent, die even langs ging om eens een keer een gesprekje aan te knopen. Zo kwam dat op gang. Ja, nu Afellay, jongen uit de stad. Die lijntjes zijn echt wel uitgegooid. Alleen het is ook een beetje de vraag, wil Afellay naar Nederland? Als hij naar Nederland gaat, wil hij dan naar een club als Utrecht? Of denkt hij bijvoorbeeld meer aan PSV, ik roep maar wat. Ja. Maar ik sluit er niet 100% uit dat dat nog kan gebeuren. Het zou wel mooi zijn, toch? Ibi Afellay, nou, laat ik voorop stellen. Ik kijk even naar Jeroen en naar Dave. Utrecht kan hem toch zijn salaris waarschijnlijk toch helemaal niet betalen? Ik denk dat hij helemaal niet zich over geld meer druk maakt. Toch? En ik kijk even naar Stef. Die gast heeft toch overal wel goede contracten getekend. Ik denk dat hij gewoon weer lekker wil voetballen. Ja, maar dat hij in Utrecht allemaal pandjes heeft en zo. Dus het is helemaal zijn stad. Hij... Ja, daarnaast denk ik van hij kan wel hopen op PSV. Hij moet weer schoon. Ik wou zeggen, het is toch niet zo dat hij dat meteen nu aan kan, of wel? Tenminste, correct me if I'm wrong, nee, maar ik weet niet hoe hij het bij Stoke gedaan heeft. Maar ik had niet het idee dat hij daar de pannen van het dak af voetbalde. Nee, zijn lichaam is voor mij niet heel erg geschikt voor de absolute top. Toch, Stef? Ja, die angst krijg je toch een beetje. Dus ook, ik zei het van de week, ik vind het prikkelende gedachte om die jongen weer in de Eredivisie te zien. Ik krijg meteen reacties over blessuregevoelig en ziekenhuizen waar die dan terecht gaat komen. Ik zie de voetballer Afellay voor me. En dat zou ik echt te gek vinden om die jongen weer in de Eredivisie te zien. Wat salaris betreft, Utrecht doet dat vaker. Hè? Bazour verdient vrij weinig in Utrecht. Tanane, waar je het vast nog over gaat hebben vandaag, verdienen ook nauwelijks iets in Utrecht. Het zijn jongens die zichzelf eigenlijk een podium geven, bieden, door een heel groot deel van de salaris in te leveren, om zo misschien een mooie transfer weer te kunnen maken. En dat zou voor Afellay natuurlijk ook een prima optie zijn. Inderdaad, we hebben het over de man die gisteren nog wel onder contract stond. En voor mij, misschien staat hij nog wel onder contract bij Utrecht, maar voorlopig niet gaan terugzien in de Galgenwaard of op het trainingscomplex. Osama Tanane. Die hoeft voorlopig niet meer te komen. In ieder geval, Dick Advocaat heeft al gezegd, de groeten, we gaan hem in ieder geval niet meer opstellen. Wat vind je allemaal van deze gang van zaken? Gezien de feiten zoals die er liggen, volgens mij kun je er meer over vertellen. Lijkt me een hele logische actie van FC Utrecht. Op een gegeven moment ook een streep trekken en ook een soort van voorbeeld schetsen naar de rest van de selectie. Op een gegeven moment gaan spelen gaat over bepaalde grenzen. En dan maak je deze beslissing als club. En nogmaals, ik denk dat de voetballer Tanane in vorm, dat die echt een zekere meerwaarde is voor Utrecht. Ja, dat hebben we te weinig gezien de laatste maanden. Kijk, Tanane is nu, daar gaan we het zo nog even hier in de studio over hebben. Dat is natuurlijk weer een incident. Vorige week, na de wedstrijd, was het gedoe met Bazour. Als we even naar de laatste wedstrijden kijken. De laatste drie eredivisiewedstrijden verloren, natuurlijk nog in de beker verloren. Dus dat betekent 4 wedstrijden op rij verloren. Het rommelt weer lekker ouderwets in Utrecht. Dit is wel Utrecht. Kijk, ze begonnen. Ik toen van Advocaat instapte, stonden ze ongeveer op degraderen. Toen hebben ze een hele goede serie gehad. Echt een hele hoop wedstrijden van doorgestoken naar plek 4. Nou, dan hebben ze, even kijken, Feyenoord verloren in de beker. Ajax verloren, AZ verloren. Ja, weet je, dat kan als Utrecht zijn. Alleen vooral die wedstrijd tegen Willem II deed pijn. Omdat het voetbal heel slecht was en het resultaat was heel slecht. En daarom is nu het gevoel wel oprecht minder. Ja, dan moet je zondag uit naar PEC Zwolle, PEC in de flow. Nou, je kent allemaal wel kunstgras. Ik sprak wat spelers. Ja, die kijken er toch een beetje tegenop. Dus voor je het weet heb je zelf of anderen jou een crisis aangesproken. Vooralsnog staat Utrecht er wel prima voor. Maar van de week erop is volgens mij PSV. Inderdaad. Dus de advocaat moet wel op gaan passen. Die moet op gaan passen. Zo gaat dat, Larsie? Zeker, zeker. Waar ga je dit weekend heen, Stef? De kraken die we net benoemden, PEC Zwolle Utrecht. Jeetje, zijn er nog kaarten? Als je snel belt, misschien vandaag nog. Is goed. Stef, veel plezier bij PEC tegen Utrecht. En kijken of PEC 9 uit 3, hè? Dat zou toch wel een fantastische start zijn voor Jaap Stam. Het Jaap Stam effect. Ja, het Jaap Stam effect. Dankjewel, Stef. En tot snel, jongen. Yes. Groeten. Hoi. Hoi. Ja, we hebben het natuurlijk al net over gehad. Het nieuws eigenlijk van de dag. Tanane. Advocaat heeft duidelijk gezegd, die zien we niet meer terug. Wat vind je ervan? Ja... ik was er niet bij, maar ik weet niet wat er is gebeurd precies. Ja. Nou, er is dinsdag een klein incidentje geweest. Er is vandaag op de training een incidentje geweest. Daarna is het ordinair. Hij was er elke keer bij betrokken. Het was niet, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, als er telkens wat in de selectie is. Zeker. En dan uiteindelijk, als het een keer echt erger escaleert, dat ze dan degene pakken die het dan deed. Ja.
Nou ja, kijk, en dat weten we ook wel eens tijd bij Heracles. Terecht wat Stef net zegt, eigenlijk een hele goede voetballer. Echt een hele goede voetballer. Maar wel iemand waar je ook verschrikkelijk kan gaan ergeren als het niet loopt. Want ja, hij is bijvoorbeeld, zijn houding is erg laconiek. Dat irriteert natuurlijk ook wel, of daar ergeren de supporters bij Utrecht zich enorm aan. Als we kijken naar het incident, ja, uiteindelijk is het gewoon een vechtpartij geworden. Maar was het bij elke incident ook met dezelfde andere? Ja, zeker. Dus, en die andere wordt niet gestraft? Nee. Wordt die wel genoemd, of niet? Ja, weten we wie dat is? Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd. Kleiber. En dinsdag was het een voetbalding. En vandaag op de, of gisteren op de training was het ook een voetbalding. En daar is het volledig geëscaleerd. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik ben wel zo benieuwd als er zoiets gebeurt met twee mensen. Waarom er dan één... Nou, dat kan ik je wel uitleggen. Dat als jij gewoon normaal je ding doet en ik ben heel boos op jou en ik word boos op jou, dan hoef jij toch niet gestraft te worden? Nee, maar als je met z'n tweeën ligt te rollenbollen, dan doe je toch met z'n tweeën? Nee, dat zeg ik toch? Dus als jij gewoon normaal je ding doet en ik... Oh zo, ja. Nee, oké. Dus, maar goed, ja, eigenlijk een hele trieste gang van zaken, toch? Het is niet de eerste keer ook, toch? Het is, nee. Nee, ja, er zijn vaker. Ik zag de Heracles volgers op Twitter, zou ik zeggen, kwartje is nog steeds niet gevallen. En het zal ook niet de eerste keer zijn dat een trainer zegt van, hij komt bij mij niet meer voor en een ja, maand ik later... denk dat dit wel, want er werden ook wel dingen geroepen over dinsdag. Dinsdag was gewoon, ja, nou, dat hoef ik jou niet helemaal niet uit te leggen, Jeroen. Er zijn wel vaker akkefietjes op een training. Hè? Ja, sowieso. Mensen die met koppen tegen elkaar staan. Nou, dat gebeurt. Alleen vandaag zijn alle grenzen overschreden, of donderdag zijn alle grenzen overschreden. En ja, is het daarna... In ieder geval niet meer welkom bij FC Utrecht. En het is wel mooi dat Dick Advocaat dan wel gewoon meteen zo strikt is. En... Ja, dus ja, denk... Maar heb het er niet mee te maken dat het een huurling is? Want dan is het natuurlijk makkelijk zeggen van... Nee, ik denk nee, dat maar, nee maar makkelijker is. Dan als je onder contract staat. Klopt, dat denk ik ook, ja. Toch? Ja. Het is makkelijk om te zeggen, en dan ga jij maar terug. Ja. Toch? Ja, ik weet het niet. Ik denk. Ik denk dat ik kan stellen dat ongeacht waar het is gebeurd. Want we hebben toch voor mij ook eerder gezien bijvoorbeeld een andere vechtpartij bij Utrecht. Een paar jaar geleden met Kali. Die stond daar gewoon onder contract. Ja, die was op een gegeven moment ook vertrokken naar de Zandbak. Maar die stond daar gewoon onder contract. Ja. Nee, dat is wel zo. Ik vind dat zo zonde. Hè, met zulke, ik vind het ook heel zonde. Nou ja, maar gewoon dat er zoveel, dat er best wel wat voetballers zijn die dan echt heel goed kunnen voetballen. Maar op een of andere manier altijd in gekke dingen verstrikt raken. Ja. Al dan niet hun eigen schuld. Dan weet je, soms denk ik wel eens, zou je ze wel eens even beter willen pakken. Ja, om even emo te worden. Nee, maar gewoon, dat ik echt denk van, zonde man. Ja, bijvoorbeeld. Zo'n groot talent. Hier met de koppen tegen elkaar staan. Dan broers even een arm om je heen slaan en zegt, ja. En iedere trainer denkt ook waarschijnlijk dat zij dat kunnen. Ja. Precies. Ja, ik krijg hem wel weer op de rit. En dan... Ja. Tenminste, ik weet niet of ik vond het ook mooi toen hij in Las Palmas zat, dat hij niet wist dat een eiland naar een club was, ging die op een eiland zat. Ja, inderdaad. Dat is ook samen ten aan. Alhoewel, we hebben hem hier ook in de show gehad. Ja, was echt. Hij kwam hier terug. Er waren wat privézaken waarom hij terug is gekomen naar Nederland. Hij wilde hier weer gaan voetballen, weer plezier krijgen. En dan is het gewoon dood en dood zonder dat het is gaan. Laten we hebben over leukere dingen in het leven. En dan kom je al heel snel uit bij Jeroen Teselaar. Kijk. Ja, als je dan toch over leuke dingen in het leven hebt. Je hebt toch wel aardig wat verhalen mee, of avonturen meegemaakt. Dat klopt, ja, sowieso. Ik ging op vrij jonge leeftijd richting Schotland. Ja. 4 jaar gezeten. Waarom? Ik speelde bij AZ. Ja. En echt het laatste jaar dat ik daar, voordat ik 2 jaar werd verhuurd aan Telstra, het laatste jaar dat ik daar zat, was het jaar dat ze kampioen werden. Dus dat was echt een heel lastig jaar om door te breken. Op een gegeven moment was... Bocconioli stond daar en Clavan. Ja. Allebei, of 1 geblesseerd, 1 geschorst volgens mij. En toen was de keuze van Gaal, zet hij mij daar neer? Of gaat hij Simon Paulsen als linksbuiten proberen op de linksback? Oh, dat was die periode? Dat was die periode. En toen, die wedstrijd, heeft hij uiteindelijk gekozen om Paulsen neer te zetten. Toen zijn ze de hele week, toch, dat weet ik nog, Martin Haar die hem pakte en dan hoe hij moest verdedigen. Ja. Want Simon Paulsen had werkelijk maar echt geen idee wat hij moest doen, toch? Ja, dat was de enige wedstrijd die ik op de bank heb gezeten dan. Voor de rest zat ik gewoon echt bij Jong. Ja. Wel vaak mee trainen, maar daarna naar Telstra 2 jaar en 2 jaar verhuurd. En toen kwam het moment van, oké, het contract is klaar bij AZ en wat ga ik doen? En Telstra wilde me een contract aanbieden, die wilde me graag houden daar. Maar ik dacht, ja, als ik nu hier blijf, dan is het, als je 3 jaar in de Jupiler League blijft, is het vrij lastig om daar weer op een gegeven moment weer uit te komen. En toen kreeg ik de kans via Humphrey Nijman, zaakwaarnemer van Nigel Hasselbaink ook. Ja. Die had net Nigel Hasselbaink naar die club gebracht waar Sint Mirren.
En die zocht ook nog een linksback. Dus toen kon ik daar... volgens mij gelijk teken. Nee, op stage denk ik. Okay. Ik op stage komen. En ja, op stage in Portugal zaten ze toevallig. Trainingskamp is ook niet verkeerd om mee te maken. Even een paar dagjes Portugal. Maar ja, toen kwam ik daar terecht op die manier. En toen begon het avontuur. Toen begon het avontuur, ja. Hoe is het voetballen in Schotland? Nou, het was mooi. Het eerste jaar dat ik daar kwam, die club Sint Mirren had een trainer die echt wilde voetballen. Ik kwam daar op trainingskamp. Ja, ik had het idee Schotland. Schotland, ja. Dat kan niet. We gaan even alleen maar deze trainer komt op het trainingskamp. Ik ben op stage en we gaan een kantoor in. En er wordt een DVD opgezet van Barcelona. Kijk, zo wil ik voetballen, zegt hij. Want zei iedereen, ja, dat willen wij ook wel. Ja. Maar dat jaar hebben we ook wel redelijk echt voetballend gespeeld. 1 keer, 2 keer raken. Het zag er ook mooi uit, maar het was gewoon een club die... Dat jaar werden we 8e. En dat was 10. Van de 12? Of 12, ja. De 12 volgens mij, ja. Maar dat was het beste jaar wat ze hadden gehad in de afgelopen 27 jaar. Dus het was gewoon... Iedereen had een goed jaar. En, hoe moet ik het voor me stellen als de trainer zegt... Ja, we gaan net zoals Barcelona voetballen. Wat was jouw rol dan als linksback? Opkomen. Jordi Alba. Snap je? Ja, okay. Gewoon opkomen. Jordi Alba van... voorzetten. Van Sint-Mirren. Van Sint-Mirren, ja. En dat... ja, na dat jaar wilden ze me graag houden daar. En toen kwamen er ook... waren er ook wat interesse van andere clubs. Die hadden natuurlijk ook gezien hoe wij voetbalden. En toen heb ik gekozen om naar Kilmarnock te gaan 2 jaar. Ja, want is het ook een beetje geluk dan? Die manier van voetballen? Hebben jullie dat eigenlijk daar nog voor elkaar gekregen dan ook? Ja, we speelden. Er waren niet veel teams die speelden zoals wij speelden. Kijk, als Celtic op bezoek kwam, of Glasgow Rangers, dat jaar was het laatste jaar dat ze nog op het hoogste niveau zaten voordat ze werden teruggezet. Wij speelden tegen hun ook zo. En ja, dan speel je. Wat was het? De eerste, je speelt 3 keer natuurlijk tegen elkaar. En uit speelden we de eerste wedstrijd 1-1 bij Rangers. Tweede wedstrijd winnen 2-1. En de laatste wedstrijd kreeg ik toevallig een rode kaart. Verloren we 5-2. Maar ja, we voetballen wel. We scoren wel tegen dat soort ploegen ook. Dus ja. Zelfs op Celtic Park was het idee nog steeds hetzelfde. Gewoon, ja. Ja, fantastisch. Ja, maar dat is wel vet dan als je dat ook gewoon blijft doen. Er ook. Gezellig. Gezellig. Terug van weg geweest. Je zat hier 10 uur geleden ook, dus prima. Heel goed. Goed dat je er bent. Ja, Dave, je hebt een mooi verhaal gemaakt voor Five Sports. Dat ging niet over Schotland, maar meer over Israël. Over zijn periode in Israël, ja. Hapoel Katamon. Hapoel Katamon. Voor de echte voetballiefhebbers. Uit Jeruzalem. Ik heb het stuk toevallig net gelezen, dus daarvoor kende ik het niet. Eerlijke jongen. Een stuk, hè? Het is, ja. Lekker, is goed geschreven. Zeg ik het. Goeie opbouw. De meest idealistische club van Israël? Ja. Maar misschien wel van Europa, van de wereld? Ja, ze hebben wel echt... Het is ook de manier hoe ze zijn, hoe het is opgebouwd daar. Gewoon 11 jaar terug waren ze niet eens... Het was Hapoel Jeruzalem, was de club daar. Ja. De tweede club na Beta Jeruzalem. En ze waren het niet eens met wat de eigenaar aan het doen was. Die had niks met de supporters te maken. En die had een trainingsveld... hij had de club eigenlijk gekocht voor het trainingsveld. De trainingsveld lag op zo'n positie... Ja. Waar hij huizen kon bouwen. Hij wilde daar gewoon de huizen gaan bouwen. En dus hij had niks met die club. Jullie moeten ergens anders... Hij wil geld verdienen. Gek, een voorzitter die geld wil verdienen. Maar ja. die supporters... Op een gegeven moment mochten de supporters niet eens meer naar de wedstrijd. En toen zeiden de supporters van... Oké, we gaan zelf een club maken. Ja. We beginnen op het laagste niveau. En vorig jaar zijn ze voor het eerst... 2 jaar terug zaten ze in dezelfde competitie. En toen is... Hapoel Jeruzalem is gedegradeerd. Zaten ze eigenlijk hoger dan de club was eigenlijk. Bij die club komt 50 man. En hier komt gewoon... misschien is voor Nederlands een begrip niet veel. Misschien 1000 tot 5000 man. Maar is die afsplitsing een beetje... Bij Manchester heb je toch ook die United of Manchester? Klopt. Ja, zeker. Is het zeg maar ook dat idee een beetje? Ja, okay. Die waren toch ook niet eens met Nee, die waren niet eens met het beleid. Maar ik wil wel bij Hapoel Katamon is het ook nog... gaat wel veel verder dat zij bijvoorbeeld... een club zijn waar ongeacht het geloof... geaardheid. Geaardheid. Dat iedereen is welkom daar. Voor mij heeft Hapoel Katamon... voor mij heel Israël achter zich aangekregen. De hele Israëlische voetbalbond. Dat ze met regenboogvlag als cornervlag hebben gebruikt, toch? Ja, maar dat is, volgens mij mocht het niet meer vanaf 2 niveau. Maar daaronder hebben ze dat gedaan, ja. En toen werd heel Israël stond in vuur en vlam. Maar vooral omdat Israël natuurlijk ook... Goed om boos om te worden. je zit natuurlijk ook in Jeruzalem. Het is niet... Kijk, als je dit in Tel Aviv had. Tel Aviv is westers. Jeruzalem is gewoon heel oosters en heel gelovig. Was geweest Jeruzalem? Nee.
Aanraden. Ja, dat sowieso. Ik vond het dat je ik vond het heel raar toen ik daar rondliep, omdat het ja, het was voor mij gewoon heel veilig, dat wel. Maar je merkt wel dat er echt gewoon hele andere geloofovertuigingen door elkaar waren. En dat je gewoon aparte wijken had. En, ja. Dus ik vond het heel indrukwekkend. En dan heb je dus één club die zegt, ja, ongeacht waar, of je in iets gelooft. En als je in iets gelooft, kom gewoon bij ons. Bij ons kan niet. En dan is het ook nog zo dat Beitar, de grote club, dat is echt, die is echt extreem rechts. Dat is echt niet normaal. Daar is die documentaire, toch? Juist. Welke documentaire is het ook weer? Die ook weer? Ik weet het niet, maar in ieder geval, waar merk je dat aan? Er waren twee gasten uit ergens uit Jemen of zo, die waren daar komen voetballen. En die schenen dus moslim te zijn. Nou, die hebben daar niet lang volgehouden. Die zijn helemaal geterroriseerd. Maar jij vertelde toen ook over die supporterskroeg, toch? Waar jij dan wel eens naartoe ging. En, ja, daar kwamen ook echt ze hebben een supporterskroeg. En daar komt van moslims tot orthodoxe joden die een pijpenkrullen op hun hoofd hebben met een pet erop, zodat niemand ze herkent. Alles komt daar, ja. Forever Pure heet de documentaire. Ja, mocht je dit weekend niks te doen hebben, ga hem absoluut kijken. Het is echt je weet niet wat je ziet. Je weet oprecht echt niet wat je ziet. Dat mensen in de kleedkamer het gewoon moeilijk hebben. Dus één jongen die uiteindelijk aanvoerder wordt. Hè, die zich een jonge jongen van de club. En die zet zich ook af tegen die twee jongens die er van buitenaf komen. En de keeper die wordt voor mij weggestuurd op een gegeven moment, toch? Omdat hij het een beetje voor ze opneemt. Ja. En die wordt weggestuurd van de club. Ja, maar je krijgt gelijk al het publiek tegen je als je... Gezellig. Zo heftig is het dus. Gezellig man, Palestina. Ja, maar ja, dat was een mooi avontuur. Maar inmiddels zit je hier op de bank. Niet dat wij het niet leuk vinden. Zeer gezellig zelfs, maar... Had ook gekund met club, hè? Ja, inderdaad. Maar het is nu zonder club. Ja, ik in de zomer blessure opgelopen en het duurde een beetje lang. En met blessure, ja, er is geen club die een... Want je had wel besloten, ik wil weg daar, zeg maar. Nee. Ik wilde gewoon... het plan was om in Israël te blijven. Okay. We hadden klein opkomst en we dachten, ja, prima, die kan daar geboren worden... Dat we hadden toevallig Nigeriaanse vrienden daar. Die zijn precies tegelijk uitgerekend. Dus die is daar uiteindelijk wel bevallen. Okay. Maar waar ging ik nou naartoe? Dat weet ik niet. Naar Nederland. Ja, naar Nederland. Juist. Naar Israël afkicken, hier op de studio. Hoe ik hier kom, ja. Ik had inderdaad... Er is geen club die een geblesseerde linksback gaat aannemen. Kijk, als je een spits bent die 20 goals maakt elk seizoen... dan kan een club nog wel zeggen... Wat had je precies? Kniepees ontstoken. Ja, dus iets wat eigenlijk overgaat met heel veel rusten en wachten en lang. En, juist. Ja, en dat is nu in principe wel weer goed. Dus nu weer op zoek, volle bak op zoek naar een club. En dan ideaal gezien terug naar Israël? Dat zit er nu niet meer in, want die markt gaat om 4 februari dicht, ook voor transfervrije spelers. Nou heb je toch een paar dagen? Klopt, maar ze willen me daar denk ik wel met stage zien. En ze hebben de regels in de tweede league sowieso aangescherpt naar van 3 buitenlanders naar 2 buitenlanders. Okay, ja. En 6 jongens onder de 23 moeten nu spelen, dus het is allemaal... tweede league is lastiger, wordt eerste league moeten worden. Ja. Wil je in Nederland blijven of zou je buitenland... Op dit moment heel Europa is prima. Nou, ik weet niet wat je hebt gedaan in Doetinchem. Maar iedereen zegt, kom terug. Nou ja. Heb je er wel een verdomd goede indruk achtergemaakt? Nou ja. Achtergelaten. Kijk, dat is altijd goed om te horen, toch? Ja. Nee, ik heb ook een leuke tijd mensen, gehad. Kom terug. Ja, leuke tijd gehad in Doetinchem sowieso. Maar is dat gezien de situatie waarin je nu verkeert... niet een hele serieuze optie? Of zou je zeggen... Ik denk niet dat een Eredivisie club gaat komen die versterking nodig heeft op de linksback. En die gaan dan komen voor een speler die afgelopen 2 jaar in Israël tweede divisie heeft gespeeld. Afgelopen half jaar niet heeft gespeeld. Dat is meer... Ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Okay, je moet toch heel blijven. In de eerste divisie beginnen, een beetje dicht bij huis. Je moet je eerst even... Hey, maar weet je wat nou leuk is? Wist je dat Jeroen is voor mij een beetje een soort mythe. En dan zal ik je uitleggen. Nee, ik zal uitleggen waarom. Omdat hij komt. Nee, maar wij komen dus vlak bij elkaar vandaan. Hij komt dus uit Wognum. Grote Wognum? Ja, uit het grote Wognum. Nou ja, ik heb in Bad Waai gewoond en in Zuidermeer en weet ik. Ja. Maar niet... Serieus, jij zegt net of heel Nederland weet waar dat is. Ik woonde in Bad Waai, dat ligt tussen Wognum en Opmeer in, en Spanbroek in. Ja, maar dus voor de mensen thuis... God, hou nou toch op. Ja, maar jij doet net of wat wij dat iedereen... West-Friesland. Ja. Ja, oké. Maar in ieder geval, het gaat erom. Dat ging altijd wel, weet je wel, ik ging ook naar de kermis in de buurt. Het ging altijd over een voetballer uit Wognum die in het buitenland voetbalde. Die inderdaad in Schotland voetbalde en in Israël. Maar ik had dus nog nooit hem in het echt gezien. En nu is het dus de eerste keer. Dus het was echt voor mij een soort van... Er is een Wognumse voetballer die ergens in het buitenland... Maar ik kon nooit weten echt... wie het was. Nee. Als jij gewoon een keer naar de kermissen komt in West-Friesland, dan had je zeker tegengekomen. Denk je dat ik nog kan kijken als ik daar op de kermis sta? Maar wel knap dat je hem aan durft te kijken.
Hoezo? Nou, je was wel, wat Dave zegt, je was wel een beetje zenuwachtig net. Ik was niet zenuwachtig. Nee, maar ik vond het gewoon grappig dat we zoveel 26 gemeenschappelijke vrienden op Facebook. Weet je, dan weet je hoe klein de wereld is. Goed. Ja. Je begon ook gelijk over zijn vriendin. Het is het eerste wat je zei. Nee. Ja, ja nee? Zei je dat niet? Nee, laat maar zitten. Oké. Okay. Dave, hoe was het dit verhaal om te maken? Want je spreekt natuurlijk heel veel voetballers met interessante verhalen. Ja, dit was een verhaal voor onze serie Ongewenst Transfervrij op Vysports. Ja. Dus ja, het is best wel... Je kent natuurlijk verhalen van Frenkie de Jong die overal ter wereld terecht kan. Er zijn ook spelers inderdaad, zoals Jeroen, die dan net geblesseerd raken en die dan geen club kunnen vinden. En, Jonathan Waterberg, hè? Een van de jongens. Jonathan Waterberg. Hier op de bank en nu inmiddels een club gevonden. Waar zit hij nu? Ik heb het gemist. Topos, derde doelman. Mooi. Ja. Mede dankzij Lars, hoor. Achter Ronald Koeman. Heel erg lopen pushen overal in de keukenkampioen-divisie. Ja, en zo hebben we dit jaar ook twee buitenlandse jongens gehad. Dan met Jonathan Rice en Adji Lore. Dus ooit recordtransfer van FC Groningen. En die zit nu ook al 2 jaar zonder club, maar hij geeft niet op. Dat zijn altijd mooie verhalen om te maken. Ja. En Jonathan Rice ook echt een heel mooi verhaal. Hè? Wilt ooit nog terugkeren. Deed heel goed in Japan. En nu inmiddels in Brazilië. En het had ermee te maken voor mij met de verblijfsvergunning dat het niet kon. Anders was hij alweer teruggekeerd, toch, in Nederland, bij FC Twente. Ja, het is nu volgens mij de bedoeling dat hij eerst weer in Brazilië gaat voetballen. En dan stijg je, zeg maar, in aanzien. En dan moet 70% van de gespeelde wedstrijden of zoiets hebben, toch? Ja, bij je club. Maar het was in ieder geval niet makkelijk om vanuit zijn club in Japan terug naar Nederland te gaan. Dan gaat dat niet. Maar zoals je hoort, Jeroen, we helpen iedereen graag die bij Vysports in een artikel heeft gestaan. Dus zeg maar je wenslijstje. Dan gaat Lars wel even voor je rondbellen. En dan, top. Nou, dat doen we even na de uitzending. Ja, dat is goed. Blijf een beetje spannend. Kunnen we het nu doen? Ik breng je overal heen. Maar wat is je ideaalbeeld? Wat is het ideaalbeeld? Nou, dat ik gewoon een club vind waar ik minuten ga maken tot het eind van het seizoen. En dan kan ik in de zomer kijken weer verder. Staan alle deuren weer open. Oké, heel goed. Je moet wel wedstrijden hebben gespeeld in de zomer als je ergens aan de bak. En dan maakt het niveau eigenlijk niet uit. Je wil gewoon spelen. Ik wil gewoon spelen, ja. Okay, wat ik ook wel mooi vond aan hem is dat hij vertelde dat hij nu... Hij heeft nu niet zoveel te doen als normaal. Dat hij dan gewoon met vrienden meegaat om een dagje op de markt te helpen. En dat er een dagje in afgelopen zondag stond ik nog op de Eihallen, hoor. Ja? Maar hoor. Heel goed. Dat is die West-Friese... Jammer dat jij niet meer in die springkussen zit. Dat was toch mooi geweest? Had je wel een dagje mee mogen, ja. Met die springkussens. Dat was mooi geweest. Ja. Nee, dat is de West-Friese mentaliteit, is dat, hè? Gewoon werken. Zo hoort dat. Maar waar is het bij jou misgegaan dan? Gast, ik werk mezelf een slag in de ronde, man. Dat geloof je niet. Okay. Nou, laten we even doorgaan over de Graafschap. Een van jouw liefdes, trouwens. Dat was wel graf. Afgelopen dinsdag hadden we hier Nick van der Velde. Er is ooit een incident geweest tussen jullie, hè? Zo, ja. Ik zag toevallig dat hij was geweest, ja. Ja. Sorry, Nick. Ja, want voor de mensen die het vergeten, het was maar de Graafschap FC Groningen. Willem II. De Graafschap Willem II. En hij heeft een aandenken voor het leven. Want je hebt een stukje van stand eraf getrapt, toch? Ja, ging niet expres. Nee. Ja, soms ben je een beetje lomp als verdediger natuurlijk. En ik probeer dan volgens mij ook heel raar een bal voor zijn gezicht weg te trappen. Hij stond voor jou en jij ging met de benen eromheen. En hij ging net naar omlaag. Ja. Kortom... tandmis en Jeroen Tesselaar zegt sorry, nogmaals. Nou, en daarna niet meer gesproken of zo. Ja, hoe gaat het daarna dan? Daarna, als zoiets gebeurt? Hij was echt heel boos. Dus ik laat even hij zegt, komt Jeroen Tesselaar langs? Ik zei, ja, vrijdag. Oh. Maar goed. Hij wilde niet even langskomen nog. Misschien, nou, kijk eens hier. Nee, misschien... een verzoening hier. Ja, voor echte boter of zo. Goed. Laten we doorgaan met de Graafschap NAC. En dan kunnen we het beste even skypen met Milan van Dongen. En, jawel, de grote vriend van Joey van den Berg, Christian Wielaert. Ja. Leuk dat je gisteren nog bij langs bent gekomen trouwens, Milan. Nee, sorry. Ja, ik was toch moe toen ik thuis kwam. Dus, maar ik heb nog wel gekeken. Tot de laatste seconde. Heel goed. Wat staan jullie daar gezellig? Waar zijn jullie? Ja, we zijn in... Wat denk je? Ik denk... Nou, jullie staan ergens op de hei. Oh nee, dat is bij Doetinchem. Dat is bij het stadion, bij de Vijverberg natuurlijk. Ja. Oké, gezellig. En... Chris heeft laatst verteld bij jullie over zijn voorkeur voor Chinees. Ja. Het is weer zover. Ja. Golden Dynasty, Niel. En dit betekent gratis voorgerechtje? Nee. De Golden Dynasty in Doetinchem. Ik vraag het even aan Jeroen Tesselaar. Hoe goed is die? Nou, ik ken een paar restaurantjes, maar daar ben ik nog niet geweest. Nee? Golden Dynasty niet geweest? Golden Dynasty, nee. De Chinees van Doetinchem. Doetinchem en omstreken heb ik gehoord. Ah, heel goed. Golden Dynasty. Is dat dan ook zo'n Chinees restaurant waar stiekem zaken worden gedaan door de Graafschap?
stiekem zaken gedaan? Dat denk ik niet. Nee? Zo'n restaurant is het niet. Okay. Ik had Christian dus vanmiddag aan de lijn. Die is dus expres een uur eerder weggereden, zodat hij nog even bij Golden Dynasty kon gaan eten. Nou, dan ben je een echte liefhebber, hoor. Oké, dus jullie gaan nu bij Golden Dynasty eten. Dan mis je wel de stamppot bij de Graafschap, maar ja, dat laat ik dan aan Milan over. Die ga ik testen. Oké, maar Christian heeft er al gegeten? Ja. Oh, oké, lekker zeg. Nou, prima. Nou, dan wil ik ook even weten wat. Nou, dan moet jij vragen. Jij bent de culinair expert hier. Wat heb je genomen? Nasi met groente en kip. Heel simpel, maar uitstekend. Klinkt goed. Prima. Gaan we een keer heen, Lars. Laten we het over het voetbal hebben. De Graafschap heeft toch nog wat mensen binnengehaald de laatste weken. Waaronder gisteren nog Nigel Bertrams en Ruben Lijon. Natuurlijk eerder al bijvoorbeeld Ben Schop. Allemaal spelers erbij gekomen. Wie gaan er allemaal starten vanavond? Ja, dat is de vraag. Weet jij het, Milan? Ik heb nog geen bevestiging van... Nou, Benschop gaat in ieder geval starten. Benschop gestart, ja, dat wel. Ja. Ja. Okay. En het is toch een beetje de vraag ten koste van wie, maar waarschijnlijk ten koste van Burgzorg. Serrarens naar links. Ja, maar wat ik eigenlijk een beetje... naar links, is dat dan een goed idee met Serrarens? Maar ik vond die Burgzorg namelijk best wel goed. Ja. Alleen ja, Serrarens kan die natuurlijk eigenlijk niet uithalen. Ik zag hem vorige week bij jullie nog. Toen zeiden ik kan me niet voorstellen dat ik er nu uit ga. Nee. Dus dat zal ook niet gebeuren inderdaad. Die gaat dan een beetje vanaf links hangend spelen. Ik sprak Fabian gisteren een beetje. En ik had een beetje het gevoel dat over Jordi Thomas dat Fabian Serrarens liever dat zelf had gehad naar Australië. Oh ja? Ja, dat is toch wel een fantastisch avontuur? Ik ben er toevallig net geweest in Australië. Ik kan het iedereen aanraden. Ben je er ook op proef geweest? Ben jij in Australië geweest? In de winterstop. Oh. Ja. Prima, goed geregeld. De Graafschap is nog een groot vraagteken wie er allemaal gaan spelen. Bij NAC, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelers bijgekomen. De grote vraag is natuurlijk, hoeveel van die nieuwelingen gaan er starten? Ik denk niet zoveel. Want volgens mij is die Australische linksback... die naam lijkt me een Australische PSV'er die ook linksback is. Maar het is ook met een B volgens mij. Maar die is net terug van de Azië Cup, dus die zal nog niet starten. Karami, die was al gestart natuurlijk, want die was al eerder deze periode gehaald. Kaikai, die heb ik gezien tijdens een training. Ja. Dat is echt een speler waar jullie op moeten letten. Sulay Kaikai, let op. Komt van Crystal Palace. Frank de Boer was heel enthousiast over hem. Helaas heeft hij maar kort mee kunnen maken. maar dat is wel... Ik heb hem gezien tijdens een training. Alles wat hij aanraakte, keihard onderkant lap binnen. En echte aanvaller, echte scorende speler, viel in. Vorige week tegen ADO. Deed hij ook goed voor hem. Ja. Zeker als je kijkt dat hij pas 3 trainingen had meegedaan. Maar toch denk ik dat hij nu nog niet start. Oh, Castanier is er al langer. En die viel goed in de rust. Die maakt ook een goal. Ik denk dat die nu tevreden mag vervangen in de spits. Ja, want ik hoorde nu dus 2 absolute voetbalkenners. Christian Wielaert en Willem Wijs hoor ik nu dus al heel positief over. Kijk, Willem Wijs zei het gisteren bij ons in de uitzending. Hij moet veel de bal krijgen. En dan gaat hij hele mooie dingen laten zien bij NAC. Overigens, NAC, Breda... Een waar uitsyndroom, hè, mannen? 11 maanden niet gewonnen in een uitwedstrijd. Nee. Ja. Nee, het is vreselijk. Volgens mij was het in maart 2018. Tragisch. Den Haag, dat was de laatste keer. Ja. Maar de Graafschap heeft ook een uitsyndroom, want die hebben uit ook nog niet gewonnen. Maar het voordeel voor de Graafschap is wel dat ze thuis spelen vandaag. Ja. Dus dat wordt een eentje voor de Graafschap. Kijk. Ik kan er lang en kort over praten, maar deze kan je blind invullen. Maar heb jij dit overlegd met de man rechts van jou? Nee, ik weet het niet. Ja, kijk, hier gaan we dus al, Milan. Spelen. Wat zeg je? Hebben jullie het overlegd? Nee, luister. Als je op een gelijk spel inzet, krijg je veel hogere uitbetaling. En ik denk met een aantal van de nieuwe jongens die ze hebben. Zo'n Kaikai die nog op de bank zit. Ik zou het altijd meteen opstellen. Dat oude hoer van die trainers van Ben, hupplepup. Beste speler altijd opstellen, klaar. Maar goed, dat terzijde. Die Lundqvist, die trouwens ook bij NAC is gekomen. Had net nog niet genoemd. Die gaat ook starten. Die startte vorige week zelfs al. Dat is ook een hele goeie. Dat is ook echt een versterking voor NAC. Ja. Ik zie er wel een gelijkspelletje uit, Roel. Ja. Christian, waar hebben we gisteren over gehad? Nou ben ik benieuwd wat jullie gaan opschrijven. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou ja, dat lijkt me wel. Jij bent de absolute voetbalkenner, Christian. We zetten gewoon een X neer. Ja? Hoppa. Ja. Nou, oké, Milan. Hij staat nu op X. Christian heeft werkelijk maar een fantastisch betoog gehouden waarom het een X is. Jij zegt, ja, doe maar een eentje. Dus dat wil ik ook wel tegenargument horen. Gevoel. Nou, ik heb in de ogen gekeken van Charlie Sombenschop vorige week. En er kwam nog net geen vuur uit. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dus die heeft een goed half uur gespeeld. Nou, daar zag je meteen aan. Die kan voetballen en die is fit. Die wil zich laten zien. En hij zei vorige week, ik sprak met Henk de Jong. En ik heb beelden gezien van de Vijverberg, van de Graafschap. En ik zag het publiek. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil juichen op die Vijverberg, dat publiek induiken. En daar sprak zoveel overtuiging uit. Ik denk dat 2 goals, Charlie Sombenschop, 3-1 de Graafschap. Ja. Maar ik moet nog de eerste nieuwe aankoop tegenkomen. Die zegt,
Ja, ik heb getekend voor deze club. Ja. Alleen publiek vind ik niks. Stadion vind ik ook niet heel bijzonder. En de sfeer staat me niet aan. Maar ach, een contract is een contract. Dat hoor je toch ja, vrij zelden. Ik zag het interview namelijk met de Graafschap TV. Het filmpje toen hij gepresenteerd was. En het leek wel of hij een autocue aan het voorlezen was. Ja, fantastisch publiek. Wil in de supporters zijn armen vangen, vliegen. Ja, ik wil het heel goed doen. Ik wil scoren. Maar goed, ik kijk even ik naar de studio. Het al, blijft een niksje. Het is gewoon een beetje een spelshow. Wie heeft de studio het meest overtuigd? Christian Wielaert of Milan van Dongen? Christian Wielaert. Ja. Gelijk spelletje. Ja. Sowieso. De ogen van Benschop. 4-0 voor Christian Wielaert. Nee, oh, nee. 3-1. Jij zegt Milan van Dongen. Ja, Milan. En jij, Jeroen? Christian. 3-1, dan gaan we mee met Christian Wielaert. De winnaar. Nee, hij zegt gelijk. Wie? Christian. Ja, maar... Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, sorry. Ja. Ja, ik dacht... Nee, omdat ik denk, jij gaat wel Milan. Er werd gezegd 3-1 als uitslag. En nu ga jij... Maar... Milan is een gevoelsmens. Jij ook. Ik denk, jij kiest wel voor Milan. Nee, maar, nou, ja. Nee, doe maar Kruisie. Kruisie. Prima. Kruisie, hoge quote. Lekker. Milan, geniet van de boerenkool, jongen. Ja, dankjewel. Ga ik doen. Hopelijk ook nog een balgehak erbij. Ja, prima. Christian, groeten, hè. Bye bye. Hoi. Hij snap het nou. Milan die zegt het wordt 3-1 en jij zegt 3-1 voor Christian. En dan denk ik, nee, dat gaat niet goed, want dat zijn Milan. Ik heb hier niet gevraagd in de studio. Het zijn toch vier mensen. Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Dit is een vrij zinloze discussie. En wel gisteren, overigens, dit is wel leuk, dat Willem Wijs, die heeft hem natuurlijk een paar keer zien trainen, heeft hem vorige week ook zien invallen. Kai. Wist jij iets van hem? Crystal Absoluut Palace? Niet. Nee, ik... Wel mooi dat Christian zegt, Frank de Boer. Die heeft een maand daar gezeten. Toch goede 6 wedstrijden daar gezeten. En die was zwaar onder indruk van Kai. Die paste goed in de 3-4-3. Die paste heel goed in die 3-5-2 die we wilden. Ja, goed. Het is wel een absolute kraker, Lars. Onderin de Eredivisie. Ja. We hebben het natuurlijk vorige week... ja, check je even. Ja, ik kreeg mijn telefoon niet uit. Zo, ja, hij zei. Nee, dat dit natuurlijk een kraker onderin is. Heb jij nou het gevoel, het is 1 februari... dat hier al dingen worden beslist? Nee. Nee? Dus het is, er wordt wel heel veel druk opgelegd, natuurlijk ook door beide clubs. Ja, maar nee, ik vind dat altijd, het duurt allemaal nog zo lang. Ik weet je wat het is? Ik heb ooit een seizoen in de eerste divisie gezien waarbij een club 18 punten voor stond en uiteindelijk nog ingehaald werd op de laatste speeldag. Welke club was dat? Dat was tussen Zwolle en RKC toen de tijd. Ja. Dus het was een gat van 17 of 18 punten. Dus iedereen, oh, het is al gedaan. Dus ik geloof daar niet meer zo in uitgemaakte zaken. Plus dat ik vind dat al die clubs zich goed versterkt hebben. Overigens, het orakel in de chat. Charlie van Benschop, sinds 2015 4 doelpunten gemaakt. Maar Milan heeft het vuur in de ogen gezien. Ja, wel grappig hoe snel het sentiment verandert rondom de Graafschap naar 1 hele goede wedstrijd. Dat dan weer wel. Tegen Fortuna Sittard. Want daarvoor, op basis van die eerste 17, 18 wedstrijden, zei iedereen, nou, er gaat 1 team degraderen. En dat is de Graafschap. Ik denk nog steeds dat zij gaan degraderen. Ik denk dat zij kwalitatief niet het sterkste team hebben en ook niet een trainer heeft die ze hieruit kan trekken. Ik denk dat NAC met Mitchell van der Gaag een betere, of tactisch sterkere trainer heeft. Ik denk dat NAC uiteindelijk... dit gaat winnen, maar het gaat hier niet beslist worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, maar het zijn ook 2 clubs die allebei thuis, weet je, de Graafschap thuis op de Vijverberg en ook NAC thuis met het publiek. Dat is wel anders. Het komt heel cliché, maar dat is wel als je iedereen die erheen moet, ziet die hoe kan zij wedstrijden en punten hebben gepakt dit seizoen. Voor mij hebben, zeg puur op basis van mijn gevoel, hebben ze het allemaal thuis gepakt. Of in ieder geval de meeste. Ik zou er niet heel gek voor op kijken. Nee. En sowieso toen 3 jaar terug toen ik speelde bij de Graafschap, toen stonden we echt zwaar onderaan, 5 punten. Met de kerst. Volgens mij had Cambuur toen 13. En Cambuur die ging als nummer 18 aan het einde van het seizoen eraf. En wij haalden echt... Volgens mij hebben we toen 17 punten nog gehaald in het tweede seizoen zelf. Dus als je nu nagaat... Wat trainer doen bij jullie? Freeman. Oh ja, Jan Freeman. Inderdaad. Dus als ze dat nu weer kunnen doen, 17 punten halen in het tweede seizoen zelf. Nee, inderdaad. Ja. Heb je eigenlijk... Uiteindelijk via de na-competitie of eruit? Ja, wij zijn via de na-competitie eruit gegaan, ja. Heb jij eigenlijk een voorkeur van club of helemaal niet? Heel lichtelijk NEC. Zo. Ik kom uit de buurt van... Zo, dan heb je het makkelijk. Ja, okay. Daar gaat het ook niet heel goed. Maar, dat zou je zeggen. Een understatement. Serieus? Ja. Wat dan? Ik hoorde laatst iets via, maar... Randy Wolters fit. Dit gaat goed. Ja, komen. Ik denk dat nu het tij gaat keren. Nou ja, goed. Ik denk dat je kan hem er lekker bij hebben. Nee, als hij het zo goed gaat doen als dat hij er zin in hebt, dan komt het allemaal goed. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat het probleem iets dieper ligt, toch? Ja, bij die club. Die schoot, volgens mij was het Randy Wolters die toen bij Goat Eagles nog zat. Zeker. Die is volgens mij, die schoot de Graafschap op de Eredivisie uit. Althans, die wedstrijd speelde. Ja, dat was zeker die wedstrijd. Ja, ja zeker. Was ja, niet met die rellen aan het einde? Jawel, dat was die dat wedstrijd. Die? Ja, de kogel toch? Benna en... Was het niet Leon de Kogel toen? Ja. Ja. Ja, toen liep het helemaal uit de hand na afloop.
Hans de Koning, die promoveerde toen, hè, met de Go Ahead Eagles. Maar ga je vaak kijken bij NEC of niet? Bijna nooit. Ik woon in Utrecht. Succes supporter. Ja, dus nu, ja. Nu al een jaar niet geweest, nee. Okay. Nee, maar verwonder jij je dan over dit soort dingen nog? Hoe het er bij NEC aan toe gaat? Nee, ja, het gebeurt niet. Het is niet de eerste keer dat het wat minder gaat. Het gaat nu wel heel dramatisch, maar... Als je NEC een beetje volgt, dan gaat het altijd wel. Ik lijk me echt, jullie maken natuurlijk met Five Sports echt waanzinnig toffe verhalen. Echt ook andere verhalen dan in de rest van de voetbaljournalistiek. Het lijkt me echt heel mooi, nou misschien is het iets voor jou, om NEC een jaar te volgen en dat gewoon op te schrijven. Want voor mij, als je dat, we hebben het bij de documentaire bij Netflix gezien, Sunderland Till I Die, wat wederom een kijktip is. Als je dit weekend nog minder te doen hebt, die moet je ook zeker gaan kijken. Eerst die over Beitar Jeruzalem kijken en daarna Sunderland Till I Die. Maar ik denk, als je dat bij NEC op gaat schrijven, voor mij krijg je precies dezelfde. Ja, volgens mij, Sjoerd Moussou vergeleken het er ook mee in zijn column, toch? Dat NEC een beetje het Sunderland van Nederland was. Ja. Maar ja, is wel zo. Volgens mij, ja, het is nu chaos en dan moet de gier het... om gaan draaien. Heb jij dat ook als je een beetje in de voetballerij nu al een paar jaar rondloopt, dat je denkt, wat is dit eigenlijk voor een hele rare wereld? Het is sowieso een rare wereld. Ja? Wat vind je nou het meest rare aan? Het meest rare? Dat je kan met één wedstrijd kun je je hele carrière veranderen. Je hebt hele grote pieken, hele grote dalen. Het is, ja. Als speler bedoel je? Ja, als speler, maar ook... ja, je kan een seizoen kan je heel kut gaan met een heel met een elftal. En dan kan de club gewoon, die is zowat klaar. Die wordt degradeerd en dan is het, vaak zie je als ze eenmaal degraderen, dan is het gewoon heel lastig om weer naar boven te komen. Nou, jij zegt het over die ene wedstrijd, want dat is namelijk gewoon een spits die nu in de tweede Bundesliga is. Die Henk Veerman, die moest weg bij Volendam, had getekend bij Liende. Die scoorde toen 4 keer tegen Achilles. En toen opeens contract verscheurd, mocht blijven, Heerenveen. Zelf, als Van Gaal op een gegeven moment had gezegd... Nou, Simon Paulsen, je bakt er niet zoveel van op linksback op de training. Wat hij overigens ook totaal niet deed. Ook niet kijk, hij heeft... Dat seizoen heeft hij het goed heeft gedaan. Hij nog best goed, maar ik weet, die week is er zoveel moeite geweest met hem... om hem te leren als linksback te denken. Dat jij toen had gespeeld, had het misschien heel anders uitgegaan. Maar dan had je misschien ook niet zo'n gekke transfer. Neem je het hem dan... Heb je dan een beetje... Nee, maar gewoon dat je wel denkt van nou... vond ik toch wel vervelend, weet je? Dat ik ben een back en ik... Nee, maar je moet realistisch blijven. Die gast, er staat een kampioenselftal. Daar zetten ze niet zomaar even een jonge jongen in. Nee, dat snap ik. Maar goed, hij heeft ik. Toch hele mooie, gekke, opmerkelijke transfers gemaakt. Tuurlijk, dat wel. Dat overigens, over gekke, opmerkelijke transfers. Jij hebt helemaal niks gezien. Wat was voor jou dan een gekke, opmerkelijke transfer in de afgelopen periode? Cuco Martina verraste me wel redelijk op de laatste dag. Ja. Gaan we het zo denk ik wel ook nog even wat uitgebreider over hebben. Want Jeroen heeft daar ook wel een mening over. Maar we vroegen het eerder aan spelers uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Wat zij nou de meest opmerkelijke transfer vonden van de maand januari. De meest opmerkelijke transfer, dat is misschien een beetje een triest verhaal, maar dan denk ik toch Salah van Nantes. Alexander Isak, die verhuurd is aan Willem II. Ja, ik denk wel een van de grootste talenten van Europa, Real Madrid, waar we hem ook hebben. Juri Tielemans, ik las het bericht eigenlijk net pas. Vind ik Gonzalo Higuain, hij stond nog onder contract bij Juve, dat hij naar Chelsea is gegaan. Ik weet niet, hij doet het eigenlijk altijd wel overal. Redelijk goed tot heel goed. Dus ja, er kwam trainerswissel. Henri werd ontslagen bij Monaco. Tielemans, de oud-trainer Jardim kwam terug. En die zei eigenlijk onmiddellijk dat Tielemans weg mocht. Wat toch heel speciaal is, want hij was vorig jaar toch de toptransfer. En is gewoon ook echt een hele goede speler. Ook al draait het nu niet bij Monaco. Het is gewoon een garantie voor doelpunt. Dus ja, ik vind het wel bijzonder dat ze, dat ze zo'n speler uiteindelijk nog laten gaan. En dat zal misschien wel mij liggen, maar ik had hem bij ons ook wel graag bij gehad. Natuurlijk Kevin Prince Boateng naar Barcelona. Ik zou denken, wat moet je ermee als Barcelona zijnde? Dat was Isak naar Willem II. Van jou? Isak naar Willem II. Wat heb je net ook weer bedacht? De meest opmerkelijke transfer vind ik ook Krzysztof Piątek. Omdat het een jongen is die echte goaltjesdief is. En dat vind ik mooi. En in een half jaar tijd werd hij van een speler die voor 3 miljoen binnen is gehaald, speler voor 35 miljoen. Dus, Die van Weuber en die van Boateng vind ik. Weuber van bijna altijd wisselbaar Ajax naar Sevilla vind ik een mooie stap. Hij is natuurlijk pas 20 jaar, dus nee, opmerkelijk. Dan ga ik toch voor Boateng die Sassuolo
opeens verhaald voor Barcelona. Ik denk dat niemand dat zag aankomen. En ja, dat blijft voor mij een hele rare. Nou, het zijn natuurlijk twee jonge spelers die Opdam en Bakker. Vind ik wel heel opmerkelijk dat die in één keer naar Paris Saint-Germain kunnen en gaan. En ben ik ook benieuwd naar. Ja, Robin Prupper heeft het over de twee jongens die naar Parijs gaan. Ik trek me gelijk door naar Pascal Kamperman, die bij Volendam staat. Vorige week had ik het met je over, Pascal. Zorg voor entertainment op de achtergrond. Jij denkt, jongens, ga even een partijspel achter me doen. Heb ik geregeld. Klasse, passie. Even bijdraaien. Hoppakee. Kijk eens, lekker. Lekker een selfie stick. Statief voor zijn telefoon gewoon. Selfie stickie. Ja, lekker, man. Ja, passie, regelt wel. Ja. Wat is de meest opmerkelijke transfer voor jou geweest? Heb je het een beetje meegekregen wat de mannen zeiden? Ja, ik hoorde al een paar namen vallen. Boateng vind ik natuurlijk inderdaad sowieso ook wel opmerkelijk. Ja. Alexander Isak naar Willem II. Ja, ik heb hem nu één keer in actie gezien. En twee keer al zelfs inderdaad. Daar verwacht ik wel echt enorm veel van. Ik moet zeggen, die heeft wel echt heel veel indruk al gemaakt de eerste minuten die hij gespeeld heeft. Dat vind ik wel een heel opmerkelijke. Zeker ook omdat hij uiteindelijk bij Willem II terechtkomt. Omdat ze toevallig op trainingskamp tegen elkaar spelen en daar ineens het contact wordt gelegd. Ja. Dat vind ik wel een heel opmerkelijke. Ja, en Ruben Lijon naar de Graafschap natuurlijk. Hè? Ja, voor jou. Hier zit hier een oud superboer voor je. Was je altijd blij met Jeroen Tesselaar? Zeker. Wij zijn altijd blij met iedereen bij de vraag. Dus je maakt een compliment en daarna zeggen ja. Eigenlijk als je het shirt aantrekt, zijn we al blij. Ja, dat is al goed. Ja, je staat... mag ik het nog het Krasstadion noemen? Hoe moet ik het noemen? Niet meer het Veronica-stadion, zoals je het wil laten zien. Heb ik ook vroeger wel. Dat zit al een tijdje over. Ja, heel goed. Vanavond Volendam tegen Sparta. Ja, bij beide ploegen eigenlijk niet zoveel gebeurd. In ieder geval niet binnengekomen bij beide clubs op de laatste dag. Nee, vooral bij Volendam is het natuurlijk vooral uitgegaan inderdaad. Ja. En zo Stro nog vertrokken. Dat vond ik toch wel opmerkelijk. Tijd en Den ook. Ja. Oké, dat zijn natuurlijk geen basisspelers. En ze hadden het allebei niet zo heel erg naar de zin meer. Maar ze laten ze toch heel makkelijk gaan hier bij Volendam. Nou zegt de club ook in de persoon van Michel Salden. Aan spelers die niet gemotiveerd zijn en hier niet meer willen spelen, daar hebben we niet zoveel aan. Dat is natuurlijk inderdaad ook wel zo. Maar goed, het is toch opmerkelijk dat ze zo makkelijk die hebben laten gaan. En er is niet veel voor teruggekomen. Zeggen ook helemaal niks. Alleen van de motor, hè? Ja. Dat is waar. Dat is dan de enige. Dat was al even inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is... En bij Sparta, daar hebben ze opnieuw eigenlijk ook al te maken met... er is natuurlijk sowieso wel wat binnengekomen. Maar vooral met blessures. Ouwe Zaar is er niet bij vanavond. Okay. Die gaat niet spelen. Dus dat is toch wel een forse aanletting. Ze hebben Faye natuurlijk van Vitesse de bek bijgekregen. Ja, absoluut. Thomas Zwaar is vertrokken naar Kaapstad eerder deze transferperiode. Ja, en gisteren, ik weet niet of er nog paniek is geweest hoor, in Rotterdam. FC Tokio en FC Seoul hadden zich gemeld voor Lars Veldwijk. Ja. Dat was, precies. Nou, ik denk dat inderdaad nog wel even voor onze werkbureau heeft gezorgd. Sowieso natuurlijk, ze hebben steeds geroepen, we moeten er echt wat bij. Ja. Gelukkig is Veldwijk dan voor Sparta gebleven inderdaad. Als ze die waren kwijtgeraakt, de topscorer. Ja, dat zou natuurlijk een enorme aderlating geweest. En bovendien, dan hadden ze denk ik ook op die termijn niet nog ergens even iemand vandaan kunnen halen. Want dat was volgens mij toch echt in de laatste uren zo ongeveer. Ja, want dat is het vervelende. Voor mij is niet overal de markt nog dicht. Er was best wel wat interesse in Veldwijk. Nee. Maar zoals het zo mooi is, dat kan je in de achterban niet verkopen. Hè? Als je Veldwijk nog verkoopt. Ja, maar als je kijkt, ze liggen nu al een beetje achter, zeg maar, qua titelstrijd. Ze mogen hier vanavond in Volendam echt niet verliezen. Want dan wordt het gat met Twente, afhankelijk van wat Twente doet vanavond natuurlijk. Maar het is nu 7 punten, dan wordt het echt gewoon te veel. Ga je dan inderdaad ook nog Veldwijk wegdoen? Ja, dan denk ik dat je sowieso bijna afhaakt in de titelstrijd. Dan geef je het eigenlijk wel gelijk op. Dat is dan min of meer wat je aangeeft, bij wijze van spreken. Ja. Is het een uitverkocht huis vanavond? Nee. Denk ik niet, helemaal. Nee, ik heb wat anders. Maar Veldwijk is daar gedebuteerd. Hè, dus ik hoop dat hij een beetje rustig aandoet. Die is bij Volendam zijn debuut gemaakt. Ja. Die heeft toen volgens mij een hernia gekregen. Toen geen contractverlenging. En toen, dat is wel waar. Ja. Oké, heel goed. Ja. Pascal, we hadden net jouw collega's Christian Wielaert en Milan van Dongen. Die ware show hebben opgevoerd over waar we ons geld bij Toto in moeten zetten. Uiteindelijk, wat discussie, is het een x'je geworden. Jij mag het in je eentje doen. Okay. Volendam tegen Sparta. Maar even, zij hadden het over de Graafschap. Ja. Een x'je. Ja.
Shit, je kijkt een beetje boos. Collega's. Ja. Ja, wat heb je nou? Wat heb je aan zulke collega's? Goed, moet hij toch naar een eentje? Dan moet je ons even overtuigen. Want het argument van Milan van Dongen was de ogen van Charlison Benschop. De ogen van Charlison Benschop? Ja, daar zat vuur in. Die wilde in de supporters armen vliegen als hij zou scoren. Oké, ja. Ja, nou ja, goed. Ik maak me meer zorgen om zijn knie, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is weer wat anders. Nou ja, maar goed, ja, dat vind ik een goed argument. Op zich wel, dat is waar. Daar heb ik niet zo heel veel tegen. Goed, we laten een X'je staan. Zullen we het hebben over Volendam tegen Sparta? Wat denk jij? X. Ik zeg toch Sparta. Oh. Ja. Lekker. Goed quoteje ook, 2,29. Maar waarom dan? Om welke uur? Ja, geen idee. Gevoel? Omdat het moet. Zo simpel is het. Dit is misschien meer nog niet eens het verstand, maar meer het idee van ze moeten nu echt wel, inderdaad, wat ik al zei, 4 wedstrijden ook niet meer gewonnen. Ja, als het hier vanavond niet lukt, dan hebben ze toch echt een probleem. Dus ga ik ervan uit dat ze dat ook voor elkaar gaan krijgen. Dus een redenering die eigenlijk helemaal nergens op plaat. Nou, dat is een beetje redenering altijd die ik hier links van hoor. Dus wat ik dan mee weg hoor. Wat ik ga straks wat anders zeggen. Ja, het is gewoon redeneren naar de uitkomst, zeg maar, inderdaad. Heel goed. Dat is, ben je het mee eens, Lars? Nee, ik denk gelijk spelletje. Waarom? Nou, omdat ik Sparta, ja, ik weet niet, soms dan vind ik het tegen Telstra bijvoorbeeld ook. Daar was ik ook niet echt overtuigd. Nee. En Volendam, nee. Die doen het toch gewoon als Boy Deul. Ja. Als die weer gaat, dan heb je gewoon een probleem. Als Stip de Drommer zit. Nou ja, vorige week was die magistraal tegen Jong Ajax. Ja, tegen maanden, ja. Dus Kruisie. Nee, daar ben ik wel met je eens. Daar ben ik wel met je eens. Dus ga ik het nog wijzigen? Nee. ik hoop dat Cas Peters even een keertje klappen. Goed. Cas Peters klappen. Boy Deul op de brommer. Lars zegt een x'je. Jullie zijn de jury hier rechts van me. Jullie hebben fantastische betoog gehoord van Pascal Kamperman en van Lars van Velsum. Waar kiezen we voor? Stuntje Volendam. Stuntje. We gaan gewoon naar een 1. En wat zeg jij? Stuntje Cas Peters. Stuntje Cas Peters. Ja. Nou, Pascal. Ja. Daar ga je met je geloofwaardigheid. Wat zeg je? Ik vond mijn redenering ook niet zo sterk, dus dat gaat geen weg. Wel eerlijk. Lekker zeg. Goed, ik mag hopen dat je er vanavond beter in zit. Ja, nou ja, ik hoef het niet te doen. Ze moeten het op hetzelfde valt. Nee, maar ik bedoel met de interviews, dat je achteraf dacht, ja. Ik zat er ook niet zo lekker in. Nee, maar dan ben ik scherp tot op het bord. Ja, zo Henk Vrezer, denk je? Dan heb ik dezelfde ogen als Charlison Benschop. Dat Henk Vrezer zegt, Pasco, rustig. Hey, het is gewoon een interview. Ja. Nee, over Vrezer gesproken, denk je dat hij een beetje teleurgesteld is? Dat hij niet de nummer 1 kandidaat is bij Feyenoord? Ja, begin er niet tegen hem over, want dan wordt hij geheidboos. En dan komt hij achterna, want hij wil het daar absoluut niet over hebben. Ik denk wel dat hij denkt van, hey, wacht even, ik ben er ook nog. Ja. Maar goed, ik sluit ook niet uit dat er ook ergens nog wel een rol voor hem weggelegd gaat zijn, eerlijk gezegd. Ja. Dat hij nu niet gelijk genoemd wordt als, omdat advocaat overal genoemd wordt, waar ik overigens niet zo heel veel van begrijp, maar goed. Klassepassie, sluit je eigenlijk aan bij ons, wij snappen er ook helemaal niks van. Nee, dat vind ik echt. Totaal onbegrijpelijk zelfs, als ze daarvoor zouden kiezen. Maar goed, ik hoop dan misschien ook nog wel dat ze dat inderdaad dan niet doen. En wellicht dan bij vreemd. Maar ik zat vorige week met Hans in de uitzending. Hans K. junior. Ja. Die vond Vrezen ook weer niet zo'n hele geschikte kandidaat. Dus ja. Maar wat is voor Hans Krij dan de kandidaat? Advocaat. Hij heeft er volgens mij toen geen alternatief genoemd. Dat was een beetje makkelijk. Ja, Vrezen helemaal niet, maar wie dan wel? Ja, nee, Vrezen gewoon niet. Nee. Iedereen behalve Vrezen. Hij vond Vrezen te behoudend spelen. Oké, heel goed. Nou goed, we gaan het in ieder geval vanavond zien. Veel plezier daar. Is het koud op de dijk? Ja. Het is waterig koud. Het sneeuwt een beetje natte sneeuw net en wat regen. Nee, ik denk anders kom ik naar de uitzending even die kant op, maar blijf ik lekker hier in de studio kijken. Net zo goed. Ja, dat mag ook. Oké. Pascal, dankjewel in ieder geval, hè? Yo. Groeten. Doei. Tot ziens nog. Hoi. Ja, Henk Vrezer dus misschien wel op weg naar Feyenoord. Dat denk ik dat de trainer van Volendam dat niet gaat doen. Hans de Koning. Hans de Koning was afgelopen week te gast in de befaamde Keukenkampioen Divisie podcast met Thomas van der Veen. Had jij toen je zeg maar in 2015, dat was voor mij na de playoffwedstrijd tegen de Graafschap hier thuis, dat jullie de promotie op een haarnaam misten, had jij verwacht dat je hier nog weer terug zou komen ooit? Als trainer? Nou ja, ik wist wel dat ik nog niet klaar was.
Hè, want drie jaar bij Volendam is best lang. Hè, want het is voor mijn periode is dat maar zelden gebeurd. Hè. En ik heb in die jaren gewoon hartstikke mooi kunnen werken met de mensen om mij heen. Maar ook de mensen van bovenaf. En het blijft gewoon een mooie club. En ik moet ook zeggen dat ik na de periode dat ik weg ben gegaan, dat ik ook altijd, als ik de mogelijkheid had, hier op vrijdagavond ging kijken. Hè? Want in die tussentijd is Johan Steur een vriend van me geworden met Lia, zijn vrouw. Daarin hebben we wederzijdse vrienden, een stel vrienden ook nog. Dus we gaan ook gewoon vanaf de periode dat ik weg ben gegaan, ben ik ook altijd in contact gebleven. Maar ook met mensen bij Volendam. Maar ik had misschien iets eerder verwacht. Nee, want er was een bepaalde periode toen Robert Molenaar wegging, had ik zo het idee van nou, ik zou wel weer terug willen, want ik ben nog niet klaar bij Volendam. Ja, het hele interview met Hans de Koning kunnen jullie luisteren via je favoriete podcast player. Het is een leuk interview geworden tussen Hans de Koning en Thomas van der Veen. Ondertussen wilde jij de mensen erop even wijzen dat Qatar een waanzinnige goal heeft gescoord in de finale van de Azië Cup. Allebei waren ze best wel mooi. En Qatar gewoon de Azië Cup heeft gewonnen. Ja, en Xavi had alles voorspeld. Die had letterlijk die hele de kwartfinale en de halve finale had hij goed. Ja. Qua voorspellingen en de finales ook. Co-Adriaanse effect. Mooi ja. Trainer geweest van Jong Qatar, toch? Voor de sportieve uitdaging. Ja, de VEF had het ook al helemaal teruggezocht. Het kon precies, want daar was 2010. En ja, het is nu jij als kenner van het internationale topvoetbal, Jaron, de voetbalprofessor. Is Qatar nu een outsider voor WK 2020 of 2022? Nou, dan blijkt me weer dat die titel helemaal nergens op slaat. Want ik kan hier geen zinnige antwoord op zeggen. Maar wat zegt het internet? Ik kan wel een zinnige antwoord geven, dat is namelijk nee. Okay. Ze zijn geen outsider. Wel ongeslagen gekwalificeerd, toch? Ja. Zo. Ja, omdat het daar gehouden wordt. Dus ja, nee, ik denk leuk. Ik moet even uitleggen aan onze kijkers. Ja? Ik begreep hem ook. Ik vond hem leuk. Dank je. Nee, wel lachen, hè, volgende keer. Ik vond hem leuk. Vandaar dat hij in zijn gezicht in waar niks gebeurde. Ja, Lars. Ik vond hem hilarisch. Ah, ja. Hey, Lars. Ja, oké. Okay. Laten we zo doorgaan. We gaan zo nog natuurlijk over de kraker hebben in Engeland. Jij zei net nog, Dave, Cuco Martina naar de Kuip. Jij moest alweer gniffelen. Waarom vond jij het meest opmerkelijke transfer in de Eredivisie? Ik zag hem totaal niet aankomen, maar ik denk wel dat Feyenoord daar een goeie aan heeft, toch? Oh, dat vindt jou Ron niet trouwens, hè? Nou, Bruce heeft gisteren kwam wel met een aantal argumenten waar ik me wel in kon vinden. Als Sint-Juste dan naar het centrum gaat en Cuco naar rechts, dan snap ik het op zich wel net wat meer. Maar het is denk ik niet de aankoop waarmee Feyenoord naar een hoger niveau tilt. Of hetgeen wat Feyenoord echt miste. Maar het is wel een pleistertje. Dus Was die pleister op die hele grote wond? Ja, in die context snap ik hem meer. En ik vond het eerst echt heel erg grappig. En nu vind ik het gewoon grappig. Oké. Okay. Nou, heel grappig en nu gewoon grappig. Goed verhaal. Goed kletsen. Nou, dan gaan we maar door met Engeland. City tegen Arsenal, de kraker, zondag in de Premier League. Gaat Denis Suárez, de aankoop, hè, die gisteren toch nog plaatsvond in Londen. Gaat hij zijn debuut maken, denk je, al voor Arsenal? Of is dat iets te snel? Geen idee. Dan zal hij vandaag voor het eerst mee hebben getraind, denk ik. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat Unai gewoon met dezelfde spelers gaat spelen. Ja. Als je het over transfers hebt, we hadden het gisteren al kort over. Ze hadden volgens mij beter wat aan de verdediging kunnen doen. Of aan de verdedigende middenveldpositie. Ja. Daar zit volgens mij een groter probleem dan in de aanval. Dus ik denk dat daarom morgen zondag best wel een interessante wedstrijd kan gaan worden. Arsenal speelt veel vooruit en daarom veel ruimte achter de verdediging. Ja, als er één team is die er wel raad mee weet, is dat redelijk zelfmoord zijn, toch? Het zou een aardige suïcidale tactiek kunnen zijn. Maar, ik had het er afgelopen dinsdag over met vrienden van City. Die speelde, heb ik geen enkele keer idee gehad dat zij zomaar gingen verliezen. En toen verloren ze. Ze hebben nu drie wedstrijden achter elkaar echt best wel uit het niets verloren van teams waarvan ik het ook niet had verwacht. Nou, Newcastle was wel een dieptepuntje voor mij, toch? Absoluut, ja. Maar ja, in principe kan je hetzelfde zeggen over Crystal Palace en daarna. Ja, Crystal Palace was thuis, toch? Ja, dat was met die lijpe goals van Townsend. Maar goed, eigenlijk, dat wil ik zeggen. Zij verloor natuurlijk bij Newcastle met 2-1. Een dag later dacht iedereen, nou, Liverpool kan het verschil maken, het is klaar. Ja, die maken het verschil niet. Is dat dan toch nog iets waar je moed uit kan putten als City zijnde? Hoe gek dat ook mogen klinken als je zelf hebt verloren? Ja,
wat Lars net denk terecht zegt. Die competitie die is gewoon nog 16 wedstrijden. Er worden zoveel wedstrijden nog bijgespeeld in de Champions League. In de bekers die er allemaal nog bij zijn. 16 finales. Zo. Die, in die cliché wil ik niet meegaan, maar ik denk niet dat, als, ook al verliezen zij nu en het wordt dan straks 9 of 10 punten, ja, dat het dan al per se klaar is. Het blijft Liverpool. Ja, precies. En die hebben ook gewoon een trauma. Ik denk dat oprecht, het gaat echt mentaal, gaat het ook meespelen. Die gat is nu 5 punten, hè? Tussen City en... Ja, dus als... Maar City is sowieso wel een lastig programma. Ik denk misschien de meest makkelijke wedstrijd nog die eraan komt de komende periode is in de Champions League. Tegen Schalke. Want ze krijgen voor mij nog Everton en Chelsea binnenkort in de Premier League. Dus ja, het wordt een lastige periode voor City. Maar voorspelling, want je mag al... Hij staat keurig op het bord, 1 laatste. Wat denk je? Het is bij City. Dat is bij Arsenal. Zeker. Oh, dan is City. Ja. Nee. Ik vind... De verdediging van... De verdediging van Arsenal vind ik gewoon niet sterk genoeg. En City heeft op dit moment zoveel kwaliteit. En eigenlijk alleen op de linksbackpositie missen ze Mandy. En ze willen zich herstellen van Newcastle. Ik denk dat dit een vrij eenvoudige overwinning wordt. Ja, oké. Okay. Lars, je mag even Jaron gaan helpen. Je mag wel blijven zitten. Ja, roep maar. Ik ben mijn bril weer vergeten. Dus je moet het even voor. Je doet het nu toe. Even kijken. Uitzending, hè? De ene uitzending heb ik voor mij is het gewoon is een modestatement. Nee, ik vergeet hem gewoon af en toe mijn bril op te zetten. Wees nou gewoon eerlijk. Ik ben eerlijk. Oké. Okay. Vertel. Helmond op bezoek bij FC Twente. Ja, Twente. Die hebben zich trouwens wel echt Fred Friday, maar die Hamdoui, hè, even gehuurd. Ja, van Telstar vorig jaar heel goed. Dit jaar natuurlijk bij de Graafschap heeft hij niet echt een kans gekregen. Dus die speelt daar. Dus dan gaan we door. En dan Volendam, kijk ik Sparta. Naar Jong Kesselaar. Als iemand er iets over moet kunnen zeggen, iets zinnigs. Rode JC tegen Almere City. Vorig jaar, of vorig seizoen natuurlijk, de wedstrijd. Jeroen Tesselaar. Ga je gang, hoor. Nee, Rode JC sowieso thuis. Op basis van gevoel? Op basis van gevoel. Ik ben gevoelsmens. Ja, nee, ik wou zeggen, dat was vorig jaar. Dat Roda eruit degradeerde. Hè? Natuurlijk thuis tegen toen met Hamouti en... tweede ronde. Ja, tweede ronde. Ging Almere City de met Hamouti en... Klopt. Onder water. Okay. Overigens, wel veel te doen over beide trainers natuurlijk. Rode JC schijnt het contract niet te gaan verlengen van Molenaar. Okay. Dat loopt af. En Michele Santoni natuurlijk ook wel een beetje al onder druk komen te staan. Hè? Ze stonden in oktober nog bovenaan. Maar de druk komt erop. Ja, ja. Is dat echt zo? Nou, Almere? Ze staan 13 of 14. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel. Niet in de 5-jaren-plan, hè? Nee, maar goed, met de play-offs kun je een hoop goed maken. Snap je? Dus ik bedoel, het is meer. Ja, ik vraag me af of daar. Waar hadden ze op gerekend? Top 5? Ja. Ja. Maar goed. Werkt het niet. Als je gewoon die play-offs haalt, is toch... Ja. Zo is het. En je moet bijna niet voetballen om de play-offs niet te halen, toch? De Graafschap ging vorig jaar toch ook op een... Ja. Nou ja, Dordrecht werd vorig jaar 13e. Die gooide ook bijna Sparta er nog uit. Ja, inderdaad. Oké, okay, maar dan laten we hem gewoon op rode staan. Dan in Spanje. Barcelona tegen Valencia. Barcelona stelde zich knap tegen Sevilla. Wonnen ze gewoon een goal, die laatste goal. Goeie optreden, goed optreden van Cillessen. Valencia heel wisselvallig. Ik denk dat dit een... Gaat ze Batshuayi missen? Nee. Nee, dat is een van zit de... Crystal Palace. Ja, wel Crystal, hè? Ja, het is... Huurt aan Crystal Palace inmiddels. Hè. Ik denk dat Barcelona deze gewoon over de steep trekt. Dat is ook wel prima. Dan Leverkusen van Peter Bos, Dave. Tegen Bayern München. Jij als kenner van het Duitse topvoetbal. Peter Bos. Peter Bos? Tuurlijk. Ja, okay. Stuntje. Ik ga hier op zich wel weer mee. Ik vond, zeker die tweede wedstrijd gaf hij weinig weg. Op bezoek bij Wolfsburg. Ja, ja, eerste wedstrijd ongelukkig in het afmaken van de kansen. Bayern wel goed, het tweede seizoen zelf begonnen. Maar als jullie even lekker gek doen. Ja, doen? Tuurlijk. Okay. Iets minder gek doen is een x'je, maar jij doet gaat gewoon lekker ik, gek. Ik denk inderdaad dat Leverkusen niet gaat verliezen. Dus, oh, niet... dus dan zet je hem op 1x. Oké, okay, ja. Prima. Ook gek. Ook, lekker gek. Dan, waar Roy Beernes natuurlijk al maanden naar uit heeft gekeken. Vitesse tegen Heerenveen. Anders Mitchell van Bergen wel. Mitchell van Bergen, ja. Heel goed. Nou, ik zeg Vitesse. Want Heerenveen doet niet aan verdedigen. Oh, het is ook de Stijn Schaars derby natuurlijk, hè? Ja, wel gek als je als Heerenveen zijnde... Of de strijd tussen de clubs waar Ferdi Carioglu niet naartoe ging. Tjonge, jongen, zet dat ding neer alsjeblieft. Ja, Vitesse? Ja, ik denk Vitesse. Ik vind... hij zegt Heerenveen doet niet meer aan verdedigen. Even serieus, jij.
Als die Douda er gewoon drie maakt, zullen dat we wel nog ochtend even langs gaan bij Stijn Francis. Ja, is goed. Woelige spits. Woelige spits, inderdaad. Oh, goed. Nee, ik moet alleen maar kijk naar de mannen hier rechts. Leuk, Vitesse? Vitesse, ja. Ik ben het helemaal met jullie eens, mannen. Ja, onderste... Ødegaard. Ja, die verzin ik ook gewoon even. Die speelt er ook. Oh, ik denk je ziet iemand lopen of zo. Nee. Oh, okay. Ja, Arnold Kruiswijk. Die zat toch... Ja, ga door. Mitchell Dinsdag. Michael. Mitchell is zijn broertje. Oh. Die heeft er nog langer gespeeld. Michael Dinsdag heeft er gevoetbald. Hij zegt, Heerenveen doet niet aan verdedigen. Toen moest ik denken aan de spijkerharde verdediger Dave Bulthuis, die nu in Korea zit. Daar moest ik even aan denken. Ja, en zo Woetroe. AS Roma tegen AC Milan is de laatste. Ja. AS Roma... Een goed midweeks programma gehad. Ja. Fiorentina uit, altijd lastig. 7-1 op de broek. 7-1 op de klote. En Milan met die spits die ik nog steeds Paqueta niet uit kan. Paqueta en Piontek is, schijnt een dynamisch duo te zijn. Ik heb vandaag Lo Stadio geluisterd. Die waren lyrisch over dat duo. Ja. Minder lyrisch over AS Roma. Een 2. Dan toch? Dus ja, dat is, vind ik geen eens heel... Dat vind ik best wel een logische. Ik denk eigenlijk dat het een gelijkspel wordt. Want AC Milan is ook gewoon een heel slecht team. Okay. Die hebben ik heb besloten dat we een tientje op inzetten. En dat betekent dat we €15.000 kunnen winnen. Met een tientje. Ja, zegt hij. Ja. Dat is goed. Dat verdien jij niet met cocktailshake. Dat weet jij niet. Ik heb best wel de opdrachten. Ja, maar wat is die ene les dan? Ga je nou opeens met iemand uit West-Friesland is... opeens met een accent praten? Wat is dit nou weer? Altijd. Heb je dat? Laat me met rust. Heb je dat altijd? Wat is die ene laatste? City Arsenal. Jeroen, dit is toch wel erg? Ja, maar Leicester is niet eens per se West-Fries. Wat is het dan? Nou, dat is meer richting Volendam gaat dat. AS Milan gaat niet. Ik hoor het niet. Nee, dat is maar goed ook. Dankjewel, Lars. Graag gedaan, vriend. Ja. Goed. Jaron, dankjewel voor je voorspellingen. Ja, was gezellig. Dave, dank. Succes met de NEC. Tegen wie moet er eigenlijk NEC dit weekend? Zo'n fanatieke supporter ben ik. Je zet me voor het blok nu. Geen idee. Heel goed. Ze zullen het hopelijk wat beter doen. Randy Wolters. Tegen afgelopen maandag minuten gemaakt. NEC tegen Jong Utrecht trouwens. Dus dat moet te doen zijn, zou je zeggen. Toch? Ja, inderdaad. En op naar een mooie club, Jeroen. Ja, zeker. En laten we hopen dat het weer hierna een fantastisch avontuur wordt. Ik heb jij weer een mooi artikel, Dave. Ik ga het zo even regelen. Ga jij het voor het regelen? Goed, we regelen het straks. Goed. En dit was hem alweer voor vandaag. Gisteren deden we er 12 uur over. Vandaag iets meer dan een uurtje. Ja, ik ga het even afronden. En onze super stagiair, als je Justin even in beeld kan brengen. Duurt te lang. Ik ben niet... hij filmt mij. Je mag hem niet filmen. Maar Benjamin was de laatste dag. Stage gelopen. Benjamin Balkema. Inmiddels 150 volgers, denk ik, op Twitter. Hij is Twitter-handle veranderd. @Benjamin Balkema. Volgt die jongen. 15 jaar. En nu al het grootste journalistieke voetbaltalent van Noord-Holland. Zullen we het zo zeggen? Ja, doe maar. Rond maar af. Ja, dinsdag zijn we er weer. En dan is een oude vriend van de show terug. Hij zit tegenwoordig bij Fox Sports, maar hij heeft eindelijk een plekje gevonden in zijn drukke agenda. Hedwiges Maduro is... Wie dacht jij anders? Ja, ik dacht Kees. Heus Kees. Ja, Heus Kees, maar... Heus Kees komt een andere keer weer. Hedwiges Maduro is dus dinsdag, dit weekend heel veel topvoetbal. En vooral die twee documentaires kijken, hè. Goed weekend!